Op de satellietfoto zien we dat er wolkenvelden hangen boven Nederland. Dat hebben we de afgelopen dagen niet gezien. Uit die bewolking valt vooral in het westen en zuiden een spatje regen, maar dat trekt de komende uren weg. Steeds meer plaatsen dus droog weer in de loop van de ochtend en vanuit het noorden en oosten gaat ook de zon vaker schijnen. De temperatuur loopt weer rap op. Halverwege de ochtend is het al zo'n 21-22 graden. Vanmiddag wordt het dan 24-25 à 25 graden. Maar niet in het zuiden. Daar wordt het 22 graden. Daar zijn er namelijk meer wolken en kan later vanmiddag ook weer een regen of onweersbui vallen. Overavond, vooral in de zuidelijke provincies, kans op een enkele stevige bui. In de rest van het land verwacht ik droog weer met nog steeds geregeld zon. En dan het weer van morgen. Dan ziet het er allemaal wat onstabieler uit. De kans op buien is dus groter. En de kans op onweer en misschien ook hagel ook. Temperaturen blijven zomers 23 tot 25 graden. En dan gaan we langzaam richting de grote weersomslag toe. Donderdag nog een laatste buitje. Temperaturen nog steeds heel aangenaam. Vrijdag ook een best aardige dag. Hoewel de wind waait wel heel stevig. Temperaturen gaan al naar beneden. Maar zaterdag dan is het kil 11, 12 graden. Enkel buitje, ook geregeld zon. Ik ben Michiel Severin van www.weplaza.nl